we zijn hier in de Nebo-kerk. Dat heb je kunnen zien, ook binnen. Hier wordt al een paar jaar gerepeteerd voor het gevelconcert. Dat is echt een typisch Nijmeegs feestje, zondagavond. Dat vergt een forse voorbereiding. Dit jaar doen we dat onder andere samen met Nexperia. Hier wordt nu 5 dagen achter elkaar wordt gerepeteerd. En als het goed is, vrijdagavond generale repetities, dat ze zondag dat ze er staan. En dat het helemaal klopt en klinkt zoals het moet. Laat ik het leuk uitleggen. Die accenten, dat is een soort schrik-idee. Het orkest bestaat eigenlijk uit een aantal orkesten. Er zijn allemaal muzikanten van de Bloemops, van Tatteme en van de Fietsband. En daarnaast nog een aantal muzikanten die uit andere dweilorkesten komen. En dan hebben we ongeveer 55 tot, ik denk, 57 muzikanten. En probeer al die mensen maar eens in het gereel te houden. Toch lijkt de dirigent daar niet zoveel moeite mee te hebben. Nou, sommige dingen gaan gewoon echt vanzelf. Ja, je zal denken, ja, een dirigent moet alles aangeven en dat soort dingen. Maar het enige wat ik meestal aangeef is het begin. En als het eenmaal loopt, dan loopt het. Aan de muziek zal het in ieder geval niet liggen. Het repertoire is erg gevarieerd en bevat alleen maar meezingers. Engelbewaarder, als je dat gaat spelen, Uit Mijn Bol, maar ook Highway to Hell. Dus we hebben ook een heel gevarieerd programma. Laila en uiteraard niet te vergeten de echte Nijmeegse muzieknummers. Amore Kruppen, ja, dat mag natuurlijk niet missen. Als de muzikanten er dan ook nog lol aan beleven, is Peters helemaal tevreden. Nou, mij gaat het eigenlijk niet zozeer om mij. Mij gaat het eigenlijk meer om dat de muzikanten het snappen. En als de muzikanten het snappen, ja, dan hebben ze een bepaalde uitstraling. En die uitstraling, die heb ik straks nodig op het kleine, op de grote markt. Zondagavond staat de Grote Markt dus helemaal in het teken van het gevelconcert. Maar ook zaterdag staat daar iets bijzonders te gebeuren. Ook dit jaar, net zoals vorig jaar, is er in de hele stad een gezamenlijke opening. Klokslag 4 uur. En het leuke is, dit jaar op de Grote Markt wordt dat bij ons wordt er afgeteld door onze burgemeester, de heer Bruls. Die zal vanaf een uur of 3:30 aanwezig zijn, vlak voor 4 uur. Wordt het aangekondigd, gaan we aftellen met z'n allen. En om 4 wordt er ingezet door nog een dweilorkest, anders dan deze. Maar dan gaat het feest beginnen. Nu maar hopen dat alle noten er vlekkeloos uitkomen zondag. Maar genieten blijft toch het belangrijkst. Ik vind het heerlijk en iedereen vindt het gewoon geweldig om het te doen. En dan gaat het om. En gaat het een keer niet goed, nou, drinken we een biertje en dan is het weer klaar.